Hey, mijn keuken is een klein beetje ontploft. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Ook vandaag heb ik mijn wekker een uur verzet. Dus voor 6 uur in de plaats van 5. Het is nu 8 uur, tijd om te ontbijten. En nog iets te maken voor zij of haar oktober 2019. Oktober 2019 komt trouwens uit op 12 oktober. Het maken en dat ruikt zo goed. Het is brood van de bakker. Hey, mijn keuken is een klein beetje ontploft. Omdat ik bezig ben voor zij of haar. Nu ga ik even een kleine wandeling doen, maar echt een heel kleine wandeling. Ik moet namelijk naar de glasbak. Ik heb vanmorgen mijn glas gebroken terwijl ik stond af te drogen. En ik moet naar een brievenbus om deze brief te posten. Het wordt zo'n kort wandeling dat ik zelf geen portefeuille of zo ga meedoen of meegezem. Uiteraard mag ik tijdens de creatie van zij of haar oktober mijn blog niet vergeten. En daarom ging ik een review schrijven over dit palet. Het NYX Grunt palet, maar blijkbaar heb ik hem al zo lang geleden gekocht dat hij niet meer verkrijgbaar is. Dus ik ben bezig met een make-up look aan het uitschrijven, want ik had die al gemaakt. Een paar meter verder aan de overkant van de straat ga ik de contouren zien, maar kan ik niet zien hoe dat is. Zo, net nog een vlog bewaard. En nu heb ik ongeveer een uur om te eten en mij klaar te maken om te gaan werken. Maar ik moet eerst nog mijn tafel verzetten, want mijn tafel staat voor het raam en ik wil graag eten terwijl ik tv kijk. Dus zo goed als tijd om te vertrekken. Nog even mijn fietssleutel zoeken en vinden, want ik vind hem niet meer. Ik vond mijn sleutel niet direct, dus het zal met de auto zijn. De dag zit er alweer op. Allee, de werkdag. Het was de halve vandaag. Morgen is het weer een hele. Ik heb zoveel van mijn trui. Die heeft rode en zwarte streepjes. Vanavond heb ik nog even mijn haar gewassen. En de Sims gespeeld. Ja. I love the Sims. Ik ben nu toch niet meer productief aangezien ik zo vroeg op 6 morgens. Wist je trouwens dat ik dit denk maar om de 4 weken was? Ik kreeg dat toch maar om rond te lopen. Om er rond te lopen na het douchen. Dus ik droog me er niet echt super hard mee af. En ik was. En ik douche maar één keer in de week. Omdat dat beter is voor mijn haar en zo. De rest van de week was ik me wel hoor. I'm not dirty. Ik ben nu nog weer een kwartiertje op social media te doen. En dan is het terug bed uit. Want morgen sta ik voor de laatste keer om 5 uur op. Allee, om 5 uur. We gaan het nu nog een keer proberen om effectief om 5 uur te doen. Want het waren nu 2 dagen om 6 uur. En 6 uur is duidelijk ook nog vroeg genoeg voor iemand die eigenlijk niet vroeg weg uit huis moet. Want woensdag werkte ik de hele dag van thuis uit aan zij of haar. Dus het was eigenlijk mijn vrije dag op mijn andere, op mijn gewoon werk. En donderdag en vandaag dus moest ik maar een halve dag werken op mijn gewoon werk. Smiddags dus. Dus was dat ook mijn vrije tijd. Ik heb trouwens een paar dagen geleden de melding gehad van het feit dat ik een fulltime contract krijg. Voor een jaar. Dus dat is super tof. Aangezien ik nu steeds tijdelijke contracten had van ongeveer een maand dan een stuk. En mijn haar, ja, is aan het drogen. Doei. Ik besef nu pas dat ik vanmorgen ben vergeten mijn bed op te maken. Maar ik heb het wel gelukt, dus ja, dat is ook oké.
Het is tijd voor mijn lang verwachte action shoplog. Ik heb alvast kruidnoten gekocht met en zonder chocolade, maar die zijn op. Wat ik wel nog heb, zijn deze super herfstige, super leuke herfstige servietten. Drie van deze blokken met allerlei toffe brandjes. Dit is de Moments blok. Dit is de Forest blok. Dit is de Christmas blok. Zoals jullie weten ben ik enorm fan van deze soort blokken en heb ik er wel een aantal. Ik heb ook een pak papier gekocht. Gewoon printpapier. Een aantal paddenstoeltjes, zodat ik ze kan voegen bij mijn huidige lichtslingen, zodat ik die kan langer maken. En ik heb ook een fles mondwater gekocht. Voor de servietten was het 99 cent. Het papier was 2,99 €. De designblokken waren 1,99 € per stuk. De mondwater was 99 cent, de lichtslinger was 1,29 €. De kruidnoten met chocolade, waarin er 350 gram zit, was 2,78 €. En de gewone kruidnoten, waarin er 500 gram zit, waren 69 cent. Die 2,78 € kregen wel twee pakken chocolade kruidnoten mix. Dan heb je dan zwarte chocola, bruine chocola en witte chocola. Echt bijna lekker.